dat heeft. Oké, okay, Amat Marcouch is van de harde hand. In principe niks op tegen. Vervolgens was hij uitgenodigd bij Radio 1. Radioprogramma met als onderwerp etnisch profileren binnen het politieapparaat. Een actiegroep tegen etnisch profileren binnen de politie had namelijk een geweldig idee. Ze hadden het afgekeken in Engeland. In Engeland hadden ze namelijk een systeem dat als de politie iemand aanhoudt, dat ze dan gelijk kunnen aanvinken op hun telefoon welke afkomst de persoon is. Zo kun je in kaart brengen of er inderdaad bepaalde afkomsten vaker worden aangehouden dan bijvoorbeeld de autochtone Britten. Top idee, geweldig idee, kun je gelijk invoeren. Bizar genoeg was Amat Marcouch hier tegen. En dat begreep ik niet. Maar toch begrijp ik niet zo goed wat er op tegen is. Als je hier een voorstel doet wat ze in Engeland doen. En dat zo'n stopformulier waarop een agent dus aangeeft waarom je iemand aanhoudt. In de software, hè? In de software. Dus ja. Niet op een formulier, maar gewoon met je mobieltje. Dat kost dus, nou, wat, geen idee, maar dat kost niet heel veel tijd. Geen tijd. Wat is daar op tegen om dat hier in Nederland in te voeren, meneer Marcouch? Nou ja, omdat het uiteindelijk... Kijk, ik ben bang voor stapels administratie die uiteindelijk niet het probleem oplossen. Want uiteindelijk gaat het bij ethnic profiling... Het zal niet het probleem oplossen, maar wel in kaart brengen. Ja, nou, ik weet het niet. Bang voor stapels administratie? Ligt hij daar echt wakker van? Waarom zou je dit systeem geen kans willen geven? Gewoon, test het uit. In Birmingham, waar het systeem dus al draait, werden namelijk zwarte mensen 28 keer meer aangehouden dan de witte mensen. Birmingham bijvoorbeeld kunnen ze dat zeggen. En daar hebben ze gezien dat zwarte mensen 28 keer zo vaak gestopt werden als witte mensen. Ja. Moet je je voorstellen... Ja. Ik denk dat we in Nederland vergelijkbare cijfers zouden hebben. Ja, ik denk dat wij gewoon ook wel een betere politie hebben. En een beter opgeleide politie. Ik denk dat we geen enkele aanwijzingen hebben in Nederland... om te denken dat we minder racistisch of xenofoob zijn... dan in Engeland of Amerika. Ik durf dat wel te zeggen. Op basis waarvan? Hoe komt u daarbij? Ja, omdat ik de politieorganisatie ken. Ik heb er zelfs 10 jaar gewerkt. Ik zie ook hoe onze politie ook gecontroleerd wordt, getraind wordt. Marcouch beweert dat de Nederlandse politie dus veel beter is... dan de Engelse politie. Nou, hoe hij dit weet, weet ik niet. Maar goed, als hij dat zegt, dan moet hij juist dit systeem invoeren. Dan kun je in één keer alle monden snoeren van alle critici op de politie. Iedereen die zegt van Nederlandse politie doet aan etnisch profileren, kan je in één klap mee zeggen van nee, dat is niet waar. Kijk maar naar het systeem. Ja, maar ik merk ook bij meneer Marcouch een beetje een bepaalde angst. Nee hoor, nee. Dus Voor eigenlijk dat als we de stopformulieren zouden hebben, dat er cijfers uit zouden komen en dat we dan erachter komen dat wat u nu allemaal zegt totaal niet klopt. Marcouch wil dus gewoon niet dat de politie gecontroleerd kan worden. Bizar.